Vanaf het moment dat bekend is dat de heer Bosma aanwezig is bij de herdenking, is er heel veel onrust ontstaan. Dat kan hem niet ontgaan zijn. Maar het blijft wel stil van zijn kant, terwijl hij op 14 december ook heeft aangegeven, op het moment dat hij het Kamervoorzitterschap aanvaarde, dat hij een Kamervoorzitter zou zijn voor iedereen. Dat betekent dat als er zoveel onrust is, dat hij daar dan ook iets mee moet doen. En omdat er niks gebeurde, hebben wij een brief geschreven waarin we hem gevraagd hebben om te reflecteren op de periode dat hij als Kamerlid die uitspraken gedaan heeft. Want de scheiding die hij propageert, de scheiding van het PVV-Kamerlid Bosma en de Kamervoorzitter Bosma, die wordt gewoon niet gemaakt door de samenleving. Dus hij moet eerst excuses, begrip tonen voor de weerstand en dan is hij eventueel welkom. Ja, dat moet hij eerst doen. Dus excuses, begrip tonen, reflecteren op de woorden, laten zien dat hij begrijpt waar de pijn zit. Erkennen van de gekwetstheid van de gemeenschap. En dan is hij welkom. En wat ook in onze brief staat, is als hij daartoe niet in staat is, dat we graag een vervanger zien.